In de winkelstraat van Den Hoorn zijn mensen het er al snel over eens. Dit heeft te maken met het centrumplan van Den Hoorn. Een dossier dat al sinds 1996 loopt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met de supermarkt die, waar ze al jaren mee bezig zijn, dat die daar moet komen. Maar die er nog steeds niet is. Geen idee. Echt niet. Maar misschien op de nieuwe supermarkt. Geen idee. Ik zou het ook niet weten. Echt niet. Trouwens, ik zie het ook voor het eerst. Ja, en ja, ik denk dat ze er weer iets leuks van maken. Ik zou het ook niet weten. Ik denk de nieuwbouw. Dus de nieuwbouw van de nieuwe winkels, denk ik. En misschien ook wel woningbouw. Ja, dat klopt. Het centrumplan biedt straks ruimte voor een tweede supermarkt. Daarboven 9 appartementen en daarnaast 13 grondgebonden woningen. Een tipgever laat aan de WOS weten dat de letters het werk is van een stel creatieve fanatiekelingen. Wordt deze plek in de toekomst helemaal super? Vindt Den Hoorn dat helemaal super? Of is het jarenlange gesteggel en de bijbehorende impasse helemaal super? Zo schrijft de tipgever. Muziekformatie De Maxima zit er in elk geval niet achter. Die waren toevallig vorige week nog in het nieuws met hun protestlied over de supermarktaffaire van Den Hoorn. Het nummer Het Gat van Den Hoorn. Het gat van Den Hoorn. Daar is het gat. Het gat van Den Hoorn. Daar is het gat. Het gat van Den Hoorn. Een dorp met een gat. Dat is toch geen forum?